Ja, meneer Duinhoven, het is een hele bijzondere middag voor mij. Het is sowieso al heel bijzonder als je inwoner van Oosterbeek bent, burgemeester van Lingewaard, en dat ik voor het eerst in 1,5 jaar, en u moet mij geloven op mijn woord en mijn vrouw is mijn getuige, dit ambtsketen in Oosterbeek draag. Zelfs thuis niet even om het te laten zien aan de kinderen. Want als burgemeesters hebben we wel zoiets van, dat doe je alleen in de gemeente waar je burgemeester bent. En toen kwam enige maanden geleden dat bijzondere bericht. Er zou iets heel moois plaats gaan vinden rondom uw persoon. En daarvoor is eigenlijk maar één iemand die dat gemachtigd is te doen. Dat is de burgemeester van uw woonplaats. Ja, of Hare Majesteit zelf moet het willen doen. Dan treed ik wel even terug. Dus ik heb enkele weken terug met mijn collega uit Renkum overlegd. En ik verzocht hem, zoals dat eigenlijk moet, want het mag eigenlijk niet, om het ambtsketen hier in Renkum, in zijn gemeente, vandaag hier in Oosterbeek, te mogen dragen. Want het is een bijzondere dag. En dit is voor u een hele... Daar gaat hij altijd weer, de telefoon. Nee. En dit is voor u ook een hele bijzondere plaats. Deze oude kerk van Oosterbeek kent zoveel geheimen. En er zijn maar weinigen die van die geheimen zo op de hoogte zijn, zoals u. Ja. En er is hier zoveel gebeurd in en rondom deze kerk. Deze kerk heeft dienst gedaan als hospitaal. Deze kerk is zwaar beschadigd geweest. Deze kerk is weer opgebouwd. En deze kerk is natuurlijk altijd weer in september eigenlijk het symbool van de airborne herdenkingen. Van overal komen mensen hier naartoe. Naar de oude kerk in Oosterbeek. En ook vanmiddag zie ik soldaten, veteranen, van ver weg hier naartoe gekomen om stil te staan bij wat zich hier in die roerige septemberdagen van 1944 allemaal heeft afgespeeld. En dankzij mensen zoals u wordt de herinnering levend gehouden. Dankzij mensen die zich met ziel en zaligheid inzetten om het verhaal door te vertellen. Aan komende generaties. En dat doet u. Ik ga er even bij staan met een papiertje. Want er is over u heel wat te vertellen. Ja. U zult er vanmiddag even aan moeten geloven dat de gids even moet zwijgen. En dat iemand anders even het woord mag voeren. En dames en heren, ik ben er natuurlijk heel trots op. Als burgemeester van Lingewaard dat de heer Duinhoven in onze gemeente woont, in Bemmel. En u heeft zoveel jaren, bent u hier al actief, tientallen jaren al, zet u zich in voor allerlei zaken. Wat me zo opvalt bij u, er zijn mensen die zetten zich in voor een onderdeel van de herdenking. Maar voor u is het gewoon een deel van uw leven geworden. Je zou bijna kunnen zeggen, het is een soort roeping geworden. Om door te geven wat hier gebeurd is. En daarnaast zet u zich met anderen, en ik zie natuurlijk als Oosterbeker wat bekende gezichten hier ook in de kerk, zet u zich in om die airborne herdenking morgen weer, op de airborne begraafplaats hier in Oosterbeek, om die inhoud te geven. En het is iedere keer weer, en ik woon hier nu zelf, hoe lang? 23 jaar? 23 jaar in Oosterbeek. Het is iedere keer weer indrukwekkend als je die kinderen morgen die bloemen ziet leggen bij die graven. En als ze naar die graven kijken en zien hoe jong de soldaten waren die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. U bent één van de mensen die er zoveel werk voor verzet. En die het in ere houdt dat wij met elkaar nadenken om niet alleen te gedenken wat er toen is gebeurd, maar om elkaar door te geven wat vrijheid betekent. Als ik dit helemaal ga voorlezen, dan zitten we hier nog wel eventjes. Ik heb een liefhebberij, die deed ik in het verleden, dat was voorgaande kerkdiensten. En toen mocht ik hier ook wel eens staan. En toen zeiden ze soms, hij doet het wel goed, maar hij praat wel lang. Dat wou ik dus vanmiddag niet doen, want het gaat om u. En om de airborne herdenking. U heeft rondleidingen gegeven. Maar niet alleen hier, u bent
bent ook over zee gegaan. U bent naar die andere landen gegaan om ook daar de hand te reiken aan mensen en om te vertellen wat wij hier allemaal ervaren. U verzorgde voor de VVV's, ze doen een beroep op u en u staat klaar. U staat uw mannetje altijd weer. En volgens mij, maar dat hoor ik straks graag nog even van u, kent u iedere steen hier. En iedere plek heeft een verhaal, zeker in deze kerk. De slag om Arnhem is niet meer weg te denken aan de historie van deze regio. En ik moet u zeggen, ik heb afgelopen anderhalf jaar, maar ik ben blij dat ik nu weet wie u bent. En dat u in Lingewaard woont, want ik heb wel eens een keer gezegd, afgelopen anderhalf jaar in Lingewaard, wij doen wel erg weinig in Lingewaard. Terwijl we ook het slagveld zijn geweest daar, van zoveel strijd, van zoveel optrekken en terugtrekken van de troepen die bezig waren om Nederland te bevrijden. En nog steeds, en u weet dat ongetwijfeld, worden er regelmatig, ook in de gemeente Lingewaard, resten gevonden uit de oorlog. Laatst nog van een Duitse soldaat die daar omgekomen was en die opgegraven is. U heeft, ik ga maar gewoon wat dingen noemen, naast de Herborn-herdenking bent u ook de voorzitter, begrijp ik, van een groep van 20-tal gidsen. Die hier al die toeristen, al die bezoekers, al die veteranen rondleiden. U bent degene die hier zorgt dat er op zijn tijd herdenkingsdiensten gehouden worden. U bent betrokken bij het Airborne Museum in Hartenstein. U bent degene die zich al jaren bezighoudt, en dat wist ik dus sinds van de week wat dat nu zijn, die poppiekransen. Ik heb ze altijd gezien, maar ik vroeg altijd waarom hebben die Engelsen nou die speciale kransen. En sinds van de week weet ik dat, sinds ik de stukken kreeg rondom u. En u vertelt ook aan nabestaanden wie waar ligt en wat zelfs, heb ik begrepen, wel eens wat zijn of meestal zijn levensverhaal is. En de nabestaanden komen met duizenden, ieder jaar nog steeds. Oosterbeek, Arnhem, ze worden overstelpt met bezoekers. Allemaal uit het Verenigd Koninkrijk, maar ook uit Polen steeds meer mensen die komen kijken. En uit meerdere landen die hier op zoek zijn naar iets van hun geschiedenis. Meneer Duinhoven, u bent ook initiatiefnemer van het bijzondere monument hier aan de overkant van het water. Waar u straks ook naartoe gaat om ook daar weer de herdenking te vieren, weer stil te staan bij wat daar gebeurd is bij dit water. Kortom, u bent een bijzonder mens. Dat mogen we van u natuurlijk niet zeggen. Er zitten er meer hier, daar mag je het niet van zeggen. Wat zegt u? U bent ook een bijzonder mens. Ja, ieder mens is een bijzonder mens. Maar u bent een bijzonder mens. En bijzondere mensen verdienen waardering. Bijzondere mensen mogen best eens een keer eigenlijk letterlijk vandaag, alles en iedereen werkt mee, in het zonnetje gezet worden. En daarom hebben ze u vanmiddag hier naartoe gelokt. Dat is het mooie, vind ik, van dit soort bijeenkomsten. Je wordt altijd gelokt. En je past even op een bepaald moment in de gaten van, hé, hier speelt zich iets af. En dat is vanmiddag het geval. Dames en heren, het is mij een heel grote eer en het is een genoegen om namens Hare Majesteit de Koningin u te mogen onderscheiden. En dat is iets wat niet zomaar gebeurt. Ik wil u vragen of u naar voren wil komen, want in naam van Hare Majesteit de Koningin mag u onderscheiden tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.